komende week worden mensen en bedrijven opgeroepen een bijdrage te leveren aan een beter milieu. Volgende week komen internationale kopstukken bij elkaar in Glasgow om te praten over de klimaatcrisis. En tegelijkertijd hebben we in Nederland voor het eerst een nationale klimaatweek. Ja, Rick Leemans, u bent klimaatdeskundige. Is het zo hard nodig, zo'n klimaatweek? Het is ontzettend hard nodig. We hebben in 2015 of alle regeringsleiders de klimaatdoelen van Parijs afgesproken. Dat is om binnen die 2 graden te blijven. Dat betekent dat we in 2050 wereldwijd klimaatneutraal moeten zijn. En hoe langer we wachten, hoe moeilijker dat gaat. Dus we moeten eigenlijk gisteren beginnen. Heel goed, duidelijk. Rob Groen, energiecoach, komt bij de mensen thuis om ze te adviseren besparende tips te geven op het energiegebied. Ja. Al het een en ander meegenomen. Kun je ons alvast een kleine tip geven? Ja, nou ja, bespaar vooral energie. Hè. Dus breng je verbruik naar beneden door bijvoorbeeld je cv-ketel op 60 graden te zetten. Daar bespaar je heel veel gas mee. En dat is in deze tijd erg welkom. Nou, dat is alvast een mooie tip. Straks horen we meer. Kieron Olmeijer, gedragspsycholoog en gespecialiseerd in duurzaamheidsvraagstukken. Goed idee zo'n klimaatweek of komt de boodschap niet meer aan? Jawel, ik denk dat het altijd goed is om even herinnerd te worden. Dat even weer bewust is. Ja, nou welkom allemaal. Voordat we verder gaan praten, eerst even naar wat feiten. Want hoe gaat het met de klimaatdoelstellingen in onze provincie? De conferentie van 31 oktober lijkt al te zijn mislukt voordat die is begonnen. De doelstellingen die in Glasgow vastgesteld moeten worden, zijn al overschreden, zoals de CO2-uitstoot en de temperatuurstijging. Dat is in Gelderland niet anders. Sinds we weer naar kantoor gaan, staan er rond Arnhem-Nijmegen weer lange files in de spits. De indruk is dat die langer zijn dan elders in het land. Ook het duurzaam maken van woningen loopt ver achter de doelstellingen. Zo werden er vorig jaar 780 gebouwen van het gas afgehaald. Terwijl dat het jaar ervoor nog bijna 900 waren. Het tempo loopt niet op, maar juist terug. En dat terwijl de provincie zichzelf tot doel heeft gesteld in 2050 klimaatneutraal te willen zijn. Ja, meneer Leemans, als ik dit zo zie, dan schiet het niet echt op. En dan gaan we die klimaatdoelstellingen, in ieder geval niet een te hoge temperatuur, zo min mogelijke vervuiling, gaan we dat niet halen. Nee, dat ziet er wel naar uit dat dat ontzettend moeilijk wordt. En Gelderland staat natuurlijk daar niet alleen in andere provincies. Daar gaat het even langzaam. En het implementeren van al die maatregelen, het installeren van windparken, van zonneparken, dat gaat ontzettend langzaam. Als je dan internationaal gaat kijken, zie je dat de wereldwijde uitstoot alleen nog maar toegenomen is. Willen we even inzoomen op onze provincie? Hè? Want hoe doen wij het bijvoorbeeld hier in Gelderland als het gaat om de verbetering van het milieu? Nou, ik denk dat we in Gelderland het vergelijkbaar doen aan andere provincies. Als je Nederland gaat kijken, is een van de slechtste jongetjes van de klas binnen Europa. Dus er moet veel meer gebeuren. Als je naar Arnhem kijkt, na de Tweede Wereldoorlog, zijn ze eigenlijk heel milieubewust geweest. Het was de eerste stad in Nederland met elektrische bussen. Maar Arnhem wordt op het ogenblik heel snel ingehaald door alle andere steden die de laatste 3-4 jaar ontzettend snel elektrische bussen aan het laten rondrijden. Maar als je dan even kijkt naar de duurzaamheidsmaatregelen, lopen we dan bijvoorbeeld in Gelderland voorop of lopen we juist heel erg achteraan? Nee, ik denk dat gewoon Gelderland gemiddeld is wat dat betreft. Herken je hierin, Rob Groen, als energiecoach? Kun je trouwens heel veel kort uitleggen, wat is een energiecoach? Wij zijn van de energiebank regio Arnhem, komt bij mensen thuis met een vrijwillige energiecoach. En wij coachen mensen op hun energiegedrag. Hè. Dus we proberen structureel die energierekening naar beneden te krijgen. En dat doen we met name voor Arnhemse minima. En waar die energierekening een te groot onderdeel is van het inkomen. En proberen we daar substantieel verschil in te maken. En dat doen we met kleine maatregelen, maar vooral ook met heel veel gedragsverandering. En zie je dan ook dat mensen er ook echt mee bezig zijn? Of juist helemaal niet? Ja, nou, de mensen melden zich vrijwillig aan voor coaching. Hè, dus dat is wel een voorwaarde. Mensen moeten gecoacht willen worden. En als we samen aan de slag gaan, dan zien we wel hele mooie resultaten. En dat was tot voor kort, zeg maar, dat we 200-300 euro op de energierekening konden besparen. Nou, dus met deze stijgende energieprijzen is het wat moeilijker om te duiden hoeveel we hebben het dan nog over. Maar in ieder geval die bedragen met het stijgen van de prijzen is ook de besparing natuurlijk hoger. Ja, en helemaal met de gasprijzen die zijn gestegen. Ja. Zijn mensen meer aan de slag gegaan. Er is een run echt op de bouwmarkten volgens mij. Ja, en wij merken ook dat de aanmeldingen bij ons stijgen. En er is gewoon echt serieus heel veel energie te besparen.
En het is fijn als iemand mee komt kijken en dat doet de energiecoach. Je zegt zelf, er is heel veel energie te besparen. Je hebt wat dingen meegenomen. Kan je ons een paar tips geven? En het liefst ook een paar betaalbare tips. Ja, er zijn heel veel tips, ook gratis. Wat ik net zei is, zet je cv-ketel op 60 graden. Als je huis redelijk geïsoleerd is, kan je de temperatuur van het water wat door je radiator gaat, naar 60 graden zetten. Dat is een actie, zet hem op 60.nl. Kan je ook gewoon voor ieder type van je cv-ketel kan je vinden hoe dat moet. Het is meestal heel eenvoudig en binnen een minuut kan je dat geregeld hebben. En daarmee bespaar je heel veel. Normaal gesproken is het water wat in je cv rondgaat is 80 graden. Als je dat kan verlagen naar 60 graden, bespaar je echt heel veel kubieke meters gas per jaar op je gasrekening. Dus dat is nu dat is gratis, daar hoef je niks voor te doen. En hoeveel scheelt dat op je gasrekening? Ja, dat gaat 20% van je gasrekening schelen, denk ik. Ja. En wat doen jullie bijvoorbeeld thuis nu al? Wat doe jij, Kieron? Ik probeer iets korter te douchen. Ik vind het wel lekker om lang te douchen. Maar ik heb mezelf aangeleerd om met muziek op en één liedje lang te douchen. En dan eronder. Hey, dat is een goede tip, met een liedje. En dat is dan zo'n 2... Ja, 2-3 minuten, zoiets. Ja, als ik wil voeten, dan kies ik een langere, maar... Nu ben jij gedragspsycholoog, hè? En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die weerstand hebben tegen het milieu. Of er niet in geloven, of denken het zal mijn tijd wel duren. Ja, hoe zorg je ervoor dat die mensen toch iets gaan doen? Ja, als je zo'n filmpje ziet en als ik Rick hoor, dan is klimaatverandering zo'n groot probleem. Dat verlamt. Mensen hebben het gevoel dat ze niet in hun eentje tegen zo'n probleem op kunnen werken. Het voelt dan als een druppel op een gloeiende plaat. Ja, precies. Dat hoor je mensen ook zeggen. En dan als je het zo framet, als je het zo noemt, dan is het al gauw van ja, China moet wat doen of de grote bedrijven moeten wat doen. En ik zou ervoor pleiten om te kijken naar hoe kun je het relevant maken voor mensen. Hè? Bijvoorbeeld, ik vind het zelf fijn om... ik hou van efficiëntie, dus Ik zorg dat ik, als ik kook en ik hou iets over, dat ik het daarna in de koelkast stop en het morgen opeet, bij wijze van spreken. Iemand die houdt van verbondenheid, die zou kunnen zoeken naar bijvoorbeeld een moestuin. Dat je het samen met de buurt, doet. Maar nu kun je geen krant of tv aanzetten en het gaat erover, over het milieu. Hè? Denk je dat mensen er niet klaar mee zijn ook? Hey, dat ze het een beetje zat zijn. Ja, ik denk dat je daar zeker een punt hebt. Dus wat je ziet is, dat zag je bijvoorbeeld ook met corona. Op een gegeven moment weet je het wel. En zeker met zo'n complex probleem ga je op een gegeven moment op je gevoel af. Dan moet je ervoor zorgen dat af en toe, bijvoorbeeld met zo'n klimaatweek, het weer eventjes... Ja, top of mind, noemen we dat, even bewust is. Ja, we zien hier nu ook beelden van windmolens. Daar is natuurlijk ook heel veel verzet tegen. Mm-hmm. Mensen willen het wel graag, maar als het dan eenmaal puntje bij paaltje komt, niet. Hoe verklaren jullie dat? Ja, ik zou zeggen, mensen hebben een heel eigen behoefte aan autonomie. Op het moment dat een gemeente of een provincie bepaalt, daar komt een windmolen, ja, dan heb je het gevoel daar geen keuze in te hebben. En dan krijg je weerstand. En hoe zou dat dan toch anders aangepakt moeten worden? Nou, eigenlijk zou je moeten kijken hoe kan je samen met bewoners een plekje zoeken. Of hoe kun je ervoor zorgen dat de bewoners ook het gevoel hebben dat ze eigenaar zijn van zo'n windmolen. Je ziet dat met dat eigenaarschap heel duidelijk. Er zijn een aantal windparken waar de bewoners, de boeren, een aandeel hebben in die windmolens. Nou, die zijn alleen maar blij. Die willen er meer. Maar als het inderdaad zonder controle ergens achter in je achtertuin geplemd wordt, ja, dan ga je weerstand kweken. Dat moet je niet doen. Wat zijn de ervaringen van jou bij de mensen thuis, Rob? Nou, ik ben het niet met je eens dat mensen er klaar mee zijn. Ik denk dat juist mensen er klaar voor zijn om iets te gaan doen. Het probleem is zo groot, er moet echt iets gebeuren. En we hebben dat in de afgelopen zomer gemerkt. We merken dat iedere keer dat klimaat dat er een windhoos komt of een hittegolf. Mensen zijn er juist klaar voor. Dit probleem vraagt echt om hele snelle actie. Dat gaf Rick ook al aan in zijn eerste woorden. En bij de mensen thuis merken we ook, mensen hebben gewoon, zeker de mensen waar wij thuis komen, die hebben last van een hele hoge energierekening. Als jij een inkomen hebt van 1000 euro en je geeft meer dan 250 euro uit aan je energierekening, dat is echt veel te veel.
Ja, dus iedereen kan er wat aan doen, zeg iedereen je. Kan er heel makkelijk wat aan doen. Het is niet onbetaalbaar geworden. Want het is absoluut niet onbetaalbaar. Want de tips die geroepen worden als warmtepompen, die zijn natuurlijk ontzettend schreeuwend duur eigenlijk. Hetzelfde als met zonnepanelen. Dat valt wel mee. Kan jij nog een paar laatste tips meegeven voor thuis? Wat je... Ik heb gewoon heel simpel, de ledlamp. Draai je gloeilampen alsjeblieft eruit en draai er een ledlamp in. Dat bespaart ongeveer €20 per jaar als je een ledlamp of een gloeilamp nog hebt en je vervangt die voor een ledlamp. Een waterbesparende douchekop. Je levert niet in qua comfort met douchen, maar je bespaart vooral heel veel water. En vooral het warme water, wat je verwarmt met gas. Hoef je dus niet meer te verwarmen, dus je bespaar je ook meerdere tientjes per jaar mee. Hele simpele kleine dingen. Brievenbusborstel. Als je tocht hebt bij je brievenbus in je deur, doe er een brievenbusborstel voor. Zorg dat er veel minder tocht is en dus ook veel minder warme lucht uit je huis verdwijnt. Want daar gaat het om. Het gaat om verwarmen. Maar er zijn ook hele simpele dingen als de inrichting van je woonkamer. Zet geen bank tegen je verwarming aan. Als die radiator zijn warmte wil afgeven, dan wil je die niet afgeven aan je bank, maar die wil die afgeven aan de lucht, zodat die lucht warm wordt en die door je kamer kan bewegen. En leg ook niks bovenop je verwarming. Want de lucht moet in je woonkamer eigenlijk rondjes kunnen maken. Ja, nou dus... mooie tips dit allemaal. Meneer Leemans, wat gebeurt er eigenlijk als we helemaal niks doen? Wat gebeurt er in Gelderland? Limburgse toestanden? Nou, ik denk dat je als je gaat kijken als we niks doen... Zomers wordt het veel warmer. Grotere hittegolven. En dat is funest voor vooral de ouderen onder de bevolking... En die hittegolven is vooral dat het 's nachts heel warm blijft. Dus ze slapen heel slecht. Je ziet ook, Gelderland heeft een aantal grote rivieren. Met het smelten van het ijs, grote regenbuien, daar komt er hoog water. Dus een stuk overstromingen. Daar is natuurlijk ruimte voor de rivieren gedaan. Er is natuurlijk heel veel adaptatie al gedaan in Gelderland de afgelopen decennia. Maar misschien... worden die overstromingen nog groter en de risico's nog groter. En je ziet een aantal effecten van in de natuur op gaan treden. Verdroging in de Veluwe, bomen die verdrogen, bosbranden die gaan optreden... wat we nu in het Mediterrane gebied heel duidelijk zien. Dus klimaatverandering heeft een aantal negatieve effecten die we gewoon niet willen. Nee, nou kortom, voldoende redenen om eigenlijk zelf aan de slag te gaan en wat te gaan doen. Ja. Dank jullie wel voor dit gesprek. Ja, de Nationale Klimaatweek begint komende donderdag en duurt tot en met 5 november.